Dit was het schrijnende beeld dat vanmorgen op de Cannenburg in Sterrenburg werd aangetroffen. Een kat, vastgebonden vast onder een auto. Wat ik zag was dat er hier allemaal blauwe waslijn lag. En ik dacht eigenlijk dat het van de kleindochter was. En ik pakte mijn boodschappen uit mijn mandje. En ik zag hier een kat onder zitten waar echt heel veel meter waslijn aan zat, vast. Ik dacht eigenlijk dat het misschien een kat van de buurvrouw was. Dus ik heb aangeklopt, maar die was niet van haar. Toen heb ik mijn man geroepen. Want dat touw zat onder de banden helemaal vast. Nu heb mijn man een stukje de wagen naar voren gehaald. En toen de kat eronder uitgehaald. Hij was helemaal versuf. Ja, hij was suf. Hij heeft de hele nacht waarschijnlijk gezeten. Want ja, hij was, ook, was heel koud. En toen hebben we hem eten gegeven. En toen kwam hij een beetje bij. En het was echt moedwillig. Hadden ze dat touw vastgemaakt. Ze hadden allemaal knopen in om zijn bandje heen. Dus hij kon geen kant uit. We hebben de dierenambulance gebeld. Daar hebben we 3 kwartier op gewacht. Want het was koud. En ondertussen beestje eten gegeven. En het op de buurtpreventie gezet. Ja. En toen was de dierenambulance hier. En toen kwam de eigenares aanrennen. Ja, ook allemaal reacties van de dierenambulance. Van de buurtpreventie. En toen zat hij al in zijn mandje. En toen kwam die vrouw aangerend. Maar ze is er nu mee naar de dokter, want het piepet heb het benauwd. Zijn nageltjes zijn eruit getrokken. Nou, dat is gewoon dierenmishandeling. Gewoon schandalig. De eigenaresse van de kat laat weten dat ze denkt dat de nagels van de kat zijn afgestompt terwijl hij vocht om los te komen. Er zouden namelijk nog kleine stompjes nagel zitten. De kat was volgens haar al een dag of 2 niet thuisgekomen. Maar omdat hij al ouder is, maakte ze zich nog niet heel ongerust. Dan kunnen katten af en toe de weg kwijt zijn. De eigenaresse gaat wel aangifte van dierenmishandeling doen. Ik denk het niet. Ik denk dat je uiteindelijk niet achter de dader komt. Want het is waarschijnlijk een kwaad jongenstreek. En ja, ziet daar maar achter te komen. In de Cannenburg zijn, voor zover deze bewoners weten, de laatste tijd geen andere dierenmishandelingen bekend.